Dag beste Berkelanders, vandaag donderdagmorgen, we gaan weer op zoek naar de wijkagent. En dit keer is de wijkagent van Borculo aan de beurt. We staan voor het politiebureau en we gaan dus even naar binnen om te vragen of hij aanwezig is. Kijk, de deur is open. Nog een deur. En dan komen we bij een balie terecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, we zijn op zoek naar de wijkagent van Borculo. Van Borculo. De heer Menkos is dat, hè? Ja, dat klopt helemaal. Is die aanwezig? Die is aanwezig. Ja. Mag ik wel heel even plaatsen, maar ga ik even zeggen dat u er bent. Moment. Oh, prima. Kijk, daar is die. Dag. Dag Roy. Roy Neeman. Kom binnen. Mag ik meelopen? Ja, ja? Afspraak. Kom binnen. Dit is het crisiscentrum. Nee, dit is niet het crisiscentrum. Nee? Dit is een kamertje waar ik toevallig... Oh, dit is uw werkkamertje? Nee, dit is toevallig vrij. Nou, daar zitten we dan. Gaat u nog wat doen vandaag? Ja, vanochtend hebben we, zoals iedere ochtend, hebben wij altijd een briefing. Ja. En na de briefing, dat is een informatiegestuurde briefing. Dus daar krijgen we alle informatie mee die belangrijk is als we dadelijk de straat op gaan. Nou, als wijkagent hebben we zowel onze gebruikelijke klusjes in de wijk, dus lezen we even de mutaties en we lezen onze mail. We zitten tegenwoordig op Twitter, dus ook daar krijgen we wat informatie over. Gaat het goed met Twitter? Komen er veel reacties op? Ja, wat ik zelf zie is, omdat Twitter natuurlijk voor de wijkagent een nieuw fenomeen is, ik heb nog wel een hoop volgers, maar er zijn nog vaak volgers die mij of kennen of die mij op een of andere manier de politie interessant vindt. Ja. En belangrijk voor mij is, als ze op Twitter mij volgen, dat het uit mensen uit mijn wijk zijn. U bent geen nieuwe wijkagent? Nee, ik ben sinds 2007 hier in Borculo ben ik wijkagent geworden. Ja. De wijkagenten die hiervoor zaten, zeg maar, in Neede, Ruurlo en in Eibergen en buitengebied van Eibergen, die zaten al wat langer. Die zaten al sinds 2003 op deze stek. En binnen de politie is het modern om de politie na 6 jaar te laten roleren. Mag ik met u mee? Jij mag met mij mee. Goed, gaan we doen. Goed. Zo, netjes de jas aan. Ja, netjes de jas aan, want gisteren was het warmer als vandaag. Ja. En de temperatuur is ook wat minder. Nou, portofoon bij me. Oh ja. Dus er komt alles binnen? Alles binnen. Dus als er meldingen in de wijk zijn en er is wat bijzonders, kunnen we daar gelijk op inspringen. Gaan moet u nog een pet op? Ik neem niet de pet mee. Nee? En dat heeft alles te maken met, als ik de pet op dit doe, dan kennen de mensen mij denk ik niet meer. Oké. Okay. Ik ga altijd zo de wijk in. Apeldoorn 4580, die is op luister. Grip 8451. Nou weet de meldkamer dat, dat ik als wijkagent in Borculo ronddraai. Dus die houdt daar rekening mee als er klussen zijn. Krijg ik ze automatisch via de portofoon, krijg ik ze te horen. Ja, nou prima. Oké, gaan we. Mag je worden over? Kijk, 4 scooters op een rij. Gebruiken jullie die nog wel? Ja, scooters worden minimaal gebruikt. We proberen daar zoveel mogelijk gebruik van te maken, maar dat gaat niet altijd lukken. Nou, dan gaan we naar Gelselaar toe. Ja. Daar is een aanrijding geweest. Een auto die tegen een woning aangereden heeft. En dat heeft te maken met de wegsituatie, omdat daar al meerdere aanrijdingen zijn geweest. Ga ik even de situatie bekijken. Waar rijdt u nu? Ik rijd nu in Geesteren. Ik ben onderweg naar Gelselaar. Ja. Ik pak bewust ook de kernen rondom Borculo mee, omdat wij veel last hebben van inbraken, met name in het buitengebied. Ja. Inbraken van zitmaaiers tot grasmachines tot aanhangwagens. Alles kunnen ze schijnbaar gebruiken. Dit is het gevaarlijke punt hier? Ja, dit is hier kom je vanaf Geesteren Gelselaar in. En die auto is dus. Je ziet hier dat de sporen op de woning zitten. Oh ja, hier is hij langs gegaan of tegenaan geknald? Tegenaan geknald, vensterbank. Toen heeft hij uitgeweken en toen is hij uiteindelijk. Hier zie je nog de sporen langs de muur. Oh ja. Je ziet nog wat stukken liggen van de auto. En nou goed, en ik ga dus nu kijken van hoe is de wegsituatie. En ik zal dit samen met iemand van de gemeente doen, van de afdeling verkeer, om te kijken van nou kunnen we dan de weg zodanig inrichten.
zeg maar, dat hier de snelheid eruit gaat. Maar het gebeurt vaker hier? Dat... Ja, het is hier al eens vaker gebeurd. Uiteindelijk hebben de mensen uiteindelijk ook de politie gebeld en gezegd van kunnen jullie eens bekijken wat we daaraan kunnen doen. Goeiedag, Herge Menkhorst, politie Berkeland. Hoi, jij hebt mij net gebeld of niet? Ik wou zo even bij je langskomen, even kijken wat voor een hangplek dat is. Dan kom ik, ben met 5 minuten ben ik bij jou. U bent ook nog fotograaf. Ja, ik leg foto's vast omdat hier dus mogelijk een hangplek aan het ontstaan is. Ja. Dan, zodat ik deze foto's bij ons op de briefing kan zetten. En zodat collega's kunnen zien welke hangplekken waar we het over hebben. Dat is toch zichtbaar, is ook wat beter voor te stellen. En dan, en dan ga ik vragen of ze deze plek meenemen in de surveillance. Ja. En dan met name in de avond- en nachtelijke uren en de weekenden, wanneer het bedrijf natuurlijk dicht is. Wat is hier aangetroffen? Nou, hier hebben ze van die naalden en van die pluimpjes aangemaakt. Naar mijn idee kunnen ze die in een buisje doen. En dan zullen ze daar mee schieten op allerlei voorwerpen. Ja, het is scherp ook nog? Het is heel scherp. Kijk, als je goed kijkt, hebben ze zelf van die geprepareerde naaltjes. Ja. En met een stukje plastic en een, een pluimpje zeg ik altijd maar eraan. En dat neemt u mee? Neem ik in ieder geval even mee. Laat ik ook zien. En dan kijken wat uiteindelijk dan de bedoeling hiervan is. Ja. Ja. Wat is hier aan de hand? Je ziet, ze zijn hier bezig met het nieuwe gemeentehuis. Ze hebben hier een wat professorische fietsenstallingen staan. Ja. En we hebben hier veel last van vernielingen van fietsen. Dus met name in de weekenden. Ja. En daar zijn we nu in onderhandeling ook met de gemeente. Om te kijken van, als hier dadelijk weer een fietsenstalling komt. Want we zijn hier bij het busstation zeg maar, van Borculo. Om dan daar ook te denken aan verlichting. Maar ook bossages, maakt die niet te hoog. En eigenlijk om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken dat mensen in het licht zijn, zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. En waardoor je gewoon dit soort vernielingen kunt voorkomen. Ja. Hebben jullie al wat mensen aangehouden? Ja, er zijn ook al wat mensen die hebben een bekeuring gekregen voor het baldadigheid. En dan is het eigenlijk nog net niet het vernielen, maar het fiets oppakken. Die worden hier overal tegen de stoeptegels aangegooid die hier liggen. Ze worden bovenop de bushokjes gegooid. Ja. Dus er zijn in het verleden al wel wat mensen voor bekeurd. Ja. Ja. Nou, een rondje door het centrum? Ja, we gaan een rondje door het centrum. Ik probeer altijd zeker een paar keer door het centrum te lopen. Ja. Daardoor zie je toch ook dat de mensen jou zien en jij de mensen ziet en je maakt daardoor makkelijk contact. Ja. Woensdags is altijd de markt. Dus ik ga altijd een rondje over de markt en daar contacten met de marktmeester. Dus je ziet het, ook hier allemaal mensen die zwaaien. En ze kennen je wel. Nou, dat is ook belangrijk. En andersom is het ook belangrijk voor mij dat ik de mensen ken. Ja. En vandaar ook dat ik probeer altijd even een rondje centrum. Ik kom even voor de paas gebeuren. Ik heb al een mooi draaiboekje. Ik heb al even met Nico daarover gehad. En even de telefoonnummers even checken of dat allemaal nog klopt. Klopt. Ja, klopt. Klopt die nu? Ja, die klopt. En ja? Is oké. Okay. Nou, volgens mij kunnen wij daar zo mee verder. Maar ik maak altijd een draaiboekje voor de collega's ook die dienst hebben. Ja. En daar weet iedereen daarvan. Zo, leuk gesprekje gehad. Ja, even de details en de puntjes op de i gezet hier vanwege het paasweekend. Dus, dan gaan we een mooi feest gaan. Nou, hier stopt het voor ons, want we kunnen hier niet de hele dag volgen. Hoe kunnen burgers u bereiken? Nou, natuurlijk via het algemene nummer, 0900 8844. Ja. Dan krijgen ze vanzelf buiten kantooruur de meldkamer. Wij hebben allemaal de wijkagent een eigen telefoon. En die kunnen ons eigenlijk dag en nacht bellen. Staat niet altijd aan, maar kan in ieder geval de voicemail ingesproken worden, zodat ik in ieder geval contact met de mensen weer heb. Legt die mij de voicemail hebben ingesproken. Ja. Meld je aan. Ja. Succes, dankjewel. Ook bedankt.